Die twee keer scoorde. Zijn jullie de morele winnaar vandaag? Ja, nee. Wat is goed, we komen altijd op de score. Het is 1-0, 1-1, 2-1, we komen zo. Maar het is jammer, we geven zo'n cadeautje zoals het doel. Maar oké, we zijn goed, 1 punt, alles onder. Vanaf de tribune gezien was het een hele knotsgekke wedstrijd die heen en weer vloog. Hoe hebben jullie dat op het veld beleefd? Ja, het was ook zo. Ga één kant tot de andere kant. Eén kans. Ik denk, het is een logisch resultaat, ik denk vandaag. Maar oké, het was goed voor de toeschouwers, voor het publiek. Oké, 1 punt. Was het voor jou als aanvaller ook vooral lekker voetballen op die manier, omdat er veel ruimte lag? Ja, natuurlijk. Wanneer je hebt ruimte, je hebt meer kansen. Wanneer je speelt op de kant en je krijgt een voorzet en je score is altijd zo lekker voor een spits. Ja, want jij gaat gewoon door waarmee je het vorige of de eerste seizoen zelf was begonnen, scoren. Ja, wat is belangrijk is de punten, ik denk vandaag. Oké, is onze eerste gelijke spel voor deze jaar en voor dit jaar. Dankjewel. Sorry.